Martin Ajax heeft Tanjo gecontracteerd voor één jaar. Hoe blij ben je met zijn komst? Ja, ik moet zeggen, ik had het niet meer verwacht. Ik ben uh, super tevreden dat we nog zo'n speler uh, erbij hebben. Het is een alleskunner die eigenlijk overal kan spelen in het middenveld. En zeker als we wat problemen hebben, zoals de laatste keer tegen Kiev, met Christian die dan een uh, andere positie moet spelen, Eno, Rasmus die toch uh, wat blessures heeft gehad, Ja, is dit de ideale oplossing voor Ajax. Dus ik ben blij dat die directie, die heeft uh, keihard gewerkt de laatste dagen. En ja, hebben me vandaag verrast, want ik hoorde vanmorgen dat hij dat in Amsterdam was, dus ik ben gelijk hierheen gekomen. En hij was er ook, uh, super gemotiveerd, want uh, ja, hij zit in dezelfde groep als Nederland natuurlijk, dus uh, ik hoop. En ik verwacht dat we hem ook tegen Nederland zullen zien uh, volgende week. Een eerste echte kennismaking dus. Je hebt al eerder met hem kennis gemaakt uh, bij Tottenham. Heb je hebt hem volgens mij zelf uh, aangetrokken van Ozer destijds. Um, wat zag jij in hem en wat zie jij nu in hem? Ja, hij uh, is een van die spelers die uh, alles kunnen op het middenveld. Dan de uh, buitenkant spelen, in de 4-4-2, uh, centraal op middenveld waar Eno speelt, uh, waar Demi speelt. Hij speelde zelfs bij OCR op 10. Daarom heeft hij nu 19 genomen. 9-1 is 10. Maar het is niet een echt, als je, als je naar onze opleiding kijkt en naar onze principes, is het geen echte 10. Maar gewoon een middenvelder die overal kan spelen. En een geweldige inzet, uh, gepaard laat gaan met een hele functionele techniek. Dus ja, ik uh, kan me niet beter wensen. Een prachtige selectie zo. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn.